Mijn naam is Rolf Scholaert van The Cocktail Nation. Dus ik heb een eigen blog over cocktails, nu al 4 jaar of langer, 6 jaar misschien. En heb mezelf een beetje gespecialiseerd in cocktails allerhande eigenlijk. Aan het begin van de revival van de cocktails eigenlijk. En ik ben hier op het festival van Eau de Flandre in Gent, op het Genever Festival. En ik ga hier een workshop geven over het maken van cocktails met Genever. Eau de Flandre, Genever eigenlijk. En waarom Genever en niet bijvoorbeeld de gin, die we misschien al een beetje beu zijn ondertussen. Genever is de voorvader van de gin. Het is ons product, terwijl dat gin eerder Engels wordt aanschouwd. Genever is Vlaams, Noord-Frans, Waals, Nederlands en een klein beetje Duits ook. En is eigenlijk heel rijk en heel mooi. Graandistillaat, een van de oudste graandistillaten dat er zijn ook. Iets waar we best trots op mogen zijn. Hij heeft een volle ronde smaak, terwijl dat gin iets lichter, scherper, fruitiger is. En men kan eigenlijk, Genever is zodanig divers dat men daar eigenlijk heel interessante cocktails mee kan maken eigenlijk. Genever wordt vaak gezien als iets voor de oudere generatie of iets voor bomma en bompa ofzo, maar dat is helemaal niet waar. En in de meer hippe sferen van de cocktailwereld begint men nu eindelijk de graangenevers van ons weer te herontdekken. In Amerika bijvoorbeeld is het mega hip en mega gegeerd om een fles Vlaamse Genever eigenlijk te hebben, of Hollandse Genever. Over welke Genever spreek je dan? Spreek je over de klassieke jonge Genever of ga je cocktails maken met oude Genever? Meestal oud systeem. Dus oude Genever is eigenlijk, wil niet zeggen dat dat 10.000 jaar gerijpt heeft op een vat, maar oude Genever wil zeggen dat het oud systeem Genever is, dus op een oude manier gestookt, hè, met een grote hoeveelheid moutwijn erin. Het is niet gestookt, het is geen neutrale granen alcohol, het is gemaakt van gemout graan. Eigenlijk hetzelfde van dat we hebben in whisky, vandaar single malt whisky, moutwijn. Dus moest je Genever 10 jaar op een vat leggen, dan heb je eigenlijk whisky met Genever bestkruiden. En veel merken van Genever van ons doen dat ook. Hè. Ze brengen ook 12 jaar oude Genever uit. 11 jaar oude. Fleers heeft 21 jaar oude Genever. En dat is bijna echt een whisky die je proeft. Hè. Dus we moeten helemaal niet onderdoen voor Schotland ook. Je kan echt zoveel dingen doen. Je moet ook bijvoorbeeld rekenen. De oude klassieke recepten. Van 19e-eeuwse recepten eigenlijk. Vanuit Amerika dan, die gezorgd hebben voor de cocktail revival in het algemeen, die nu nog altijd bezig is. Daarin werden alle recepten die met gin waren origineel met Genever. Dus er werd 6 keer meer Genever geïmporteerd in Amerika in 1840 tot 60, tot 80 zelfs, 90 en verder. 6 keer meer Genever dan gin. En ze noemden dat Holland Gin, vandaar de verwarring eigenlijk in sommige recepten. Dus, maar je kan ook evengoed moderne recepten die normaal gezien met gin zijn, kan je altijd ook met een Genever maken. Maar je krijgt een veel rondere smaak, een veel granigere smaak, veel meer diepgang, veel meer body. Iets zwaarder misschien voor sommige mensen, maar heel leuk. Je kan er leuke Negronis mee maken bijvoorbeeld, of Martinez. Allee, ik kan zo ook uren alle recepten blijven opzommen. De diversiteit is enorm, enorm. Dus,